Warmte en temperatuur. Is dat hetzelfde of zit er verschil tussen? Op het eind van deze paragraaf zul je het antwoord weten. En het is wel belangrijk, want kijk maar eens wat warmte en temperatuur wel niet allemaal kunnen doen. Een verklaring voor deze eigenschappen zit in hoe de stof is opgebouwd, namelijk het molecuulmodel. We gaan van start. Het molecuulmodel. Dat gaat over hoe de materie is opgebouwd uit precies moleculen. Dus we gaan even kijken naar die moleculen. De moleculentheorie die zegt, allereerst moleculen trekken elkaar aan. Dus je kunt ze beschouwen als magneetjes die elkaar constant aantrekken en betekent dus ook dat je energie nodig hebt om ze weer uit elkaar te halen. Deel 2 van de moleculentheorie is dat er tussen de moleculen altijd een afstand zit. Het is even verschil natuurlijk met magneetjes. Want magneetjes, als je die aan elkaar vastzet, ja, dan blijven ze aan elkaar vastzetten zonder ruimte. Maar dat is bij moleculen dus niet het geval. Er zit altijd ruimte tussen de moleculen. En, deel 3, is dat ze constant bewegen. Het is een ontzettend warber volkje, om het zo maar te zeggen. He, ze hebben geen rust in de kont. En daar gaan we even naar kijken. Die Constante beweging van moleculen, want dat is wel een interessant iets. Want die constante beweging, dat is de energie die erin zit. De energie, de beweging of kinetische energie van moleculen, en dat is weer een maat voor temperatuur. Dus, wat is temperatuur? Temperatuur is eigenlijk dus de kinetische of bewegingsenergie van de moleculen in stof. Grotere beweging hogere temperatuur of andersom hogere temperatuur, meer beweging. We gaan de temperatuur eens bekijken vergeleken met warmte. Stel je voor een zwembad, 20 graden Celsius en voor je het zwembad in mag moet je natuurlijk eerst onder een douche. En sommige zwembaden hebben een lekkere warme douche, dan weet je zeker dat mensen er goed onder blijven staan. En sommige zwembaden hebben een koude douche, dat is natuurlijk wel goedkoper, maar het is wel koud. Goed, uh, je staat onder een douche en daarna met een sprongetje ga je uppakee, het zwembad in. En wat blijkt nou? Degene die onder een warme douche heeft gestaan, die vindt de 20 graden celtjes koud. En degene die onder een koude douche heeft gestaan, die vindt het water lekker warm. Terwijl ze beiden toch in hetzelfde water zitten, is de beleving anders. En. Dat betekent dus dat een temperatuur zeker niet hetzelfde is als warmte. Want je ziet, dat is toch een andere beleving. Hoe kan dat? Welnu, stel je voor, hè, jij bent 30 graden Celsius. En je komt in het water van 20 graden Celsius. 20 graden Celsius, 30 graden Celsius. Dat betekent dus dat bij de 30 graden Celsius de moleculen harder bewegen want ze hebben meer kinetische energie. Het is een hogere temperatuur. En die hogere temperatuur betekent dat er energie zal gaan stromen van de 30 graden Celsius naar de 20 graden Celsius. De warmte die dat is, die stroomt altijd naar een lagere temperatuur. Dus warmte is energie. Omgekeerd, stel je voor 10 graden Celsius... In 20 graden Celsius zwembad, dan heb je natuurlijk dat het zwembad juist een hogere energie heeft. Want die ten opzichte van 10 graden Celsius, dan zullen daar de moleculen weer harder bewegen. Oftewel, in dat geval stroomt de energie juist van het zwembad naar de zwemmer toe. En dat voelt weer lekker warm aan. Ook hier weer, er stroomt energie. En energie, dat is hier warmte. Dus warmte dat is energie. En bij warmte met temperatuur is die warmte dus de kinetische energie die zich verplaatst van hoge temperatuur naar lage temperatuur. Temperatuur dat zegt dus iets over die kinetische energie, is het hoog of is het laag, maar warmte dat is de verplaatsing van die energie. Het symbool voor warmte dat is de hoofdletter Q. En de eenheid is de eenheid van energie, en dat is die hoofdletter J, de joule. Een stof kan drie verschillende vormen hebben. Het kan vast zijn. In een vaste stof trillen alle moleculen nog wel, want een molecuul beweegt constant, maar ze zitten vast. Ze hebben een bepaalde evenwichtstand en daar trillen ze een beetje omheen. In de vloeistoffase, dan zullen alle moleculen weliswaar wel in de stof zelf blijven. Ze kunnen niet uit de vloeistof zomaar vertrekken, maar ze kunnen wel overal in de vloeistof naartoe. Dus ze bewegen overal en nergens heen, zolang maar in de vloeistof blijft. En in het gasvorm in een gasvorm, dan beweegt ieder molecuul overal naartoe. Het enige beperking voor een gasmolecuul is het vat waar het in zit. Was er een vat geweest waar het in zit, dan zou je dus compleet wegvliegen en je ziet hem nooit weer terug. Kijk, hier hebben ze nog een keer. Vast, vloeistof en gas. Je kunt natuurlijk een vast stof, als je het verwarmt, dan gaan ze snel bewegen en op een gegeven moment zal het een vloeistof worden. Oftewel, dan gaat het smelten. Omgekeerd, als je vloeistof weer afkoelt, ja, dan kan het weer vast worden en dan wordt het stollen genoemd. Hetzelfde gaat tussen vloeistof en gas. Een vloeistof nog meer verwarmen, ja, dan gaat het verdampen. En als je een gas gaat afkoelen, dan gaat het, precies. Condenseren. Uh, je kunt ook van gas rechtstreeks naar een vaste stof toe gaan. Dat zie je swinters wel eens een keer. En uh, dat verschijnsel wordt rijpen genoemd, He, dat er plotseling een laagje ijs op het gras ontstaat. Dat is rijpen. En omgekeerd, ijs kan ook plotseling verdwijnen zonder dat er water ontstaat, maar dat meteen verdwijnt, en dat wordt sublimeren genoemd. En dit zijn alle overgangen tussen de diverse fases van een stof. Belangrijk is dat bij zo'n overgang de temperatuur niet verandert. Ja, dus, als je vast naar stof toe gaat, ja, zal dus tijdens het smelten de temperatuur constant zijn, pas als alles gesmolten is. Daarna pas gaat de temperatuur weer omhoog temperatuur dan moeten we het natuurlijk ook nog even hebben. We hebben namelijk wel het symbool voor warmte, maar warmte en temperatuur zijn niet hetzelfde. Dus temperatuur heeft natuurlijk wel een eigen symbool. En het symbool is de letter T. En hoofdletter of kleine letter kan in principe allebei. De kleine letter T wordt gebruikt als je temperatuur in graden Celsius geeft. En de hoofdletter T dat wordt gebruikt als de temperatuur in Kelvin wordt gegeven. Graden Celsius, die is natuurlijk gebaseerd op het vriespunt van water, 0 graden Celsius, en het kookpunt van water, 100 graden Celsius. Dat zijn de twee vaste eikpunten voor de celsius. En voor Kelvin heeft een ander eikpunt, die heeft gezegd 0 Kelvin, dat is het absoluut nulpunt voor een stof. Iets kan nooit Kouder worden dan 0 Kelvin, want bij 0 Kelvin staan de moleculen stil. En ja, als je één keer stilstaat, je kunt niet meer stilstaan dan stil. Vandaar 0 Kelvin is het absoluut nulpunt. En 0 Kelvin, dat komt overeen met min 273 graden Celsius, behoorlijk koud dus dat het leuke van Kelvin en graden Celsius is dat het verschil tussen twee temperaturen gelijk is. Dus als je 1 Kelvin omhoog gaat in temperatuur dan is hetzelfde dat je 1 graden Celsius omhoog gaat in temperatuur. Dat is gelijk. Oftewel als je 20 graden Celsius hebt hoeveel Kelvin is dat? Nou, een verschil is die 273 en dus 20 graden Celsius is gelijk aan 20 plus 273, oftewel 293 Kelvin. En dat is de kamertemperatuur. Kamertemperatuur is dus 293 Kelvin. Onthoud die 273 natuurlijk, hè, om het om te rekenen. Ziezo, warmte en temperatuur. Je weet nu dat ze niet hetzelfde zijn. En je kunt alles verklaren met beeld van het moleculenmodel. Tot zover deze paragraaf. We gaan er vandoor. Tot ziens.